Oh, ik vind het zo lekker, hè. Niet te veel en met mate, vooral genoeg bewegen. Maar dan mag het af en toe. Oh, frikandelletje, kroketje, hamburger, gewoon uit de muur trekken. Heerlijk. Waarom houden wij toch zo van een kroketje uit de muur? Dat ga ik vandaag uitzoeken bij de snackautomaten specialist in Gelderop. In deze werkplaats worden bijna alle snackautomaten van Nederland in elkaar gezet en gecontroleerd. Maar hoe werkt dit nou? Hier werp je het muntje in. En aan de binnenkant zitten twee sensoren. En die sensor hier, die meet hoe dik en hoe groot het muntje is. En dat is natuurlijk wel handig om te weten, want een muntje van 1 euro is veel groter dan die van 10 cent. En zo weet het apparaat precies wat voor soort muntje je ingeworpen hebt en hoeveel je nog moet betalen. Nou, contactloos betalen is natuurlijk helemaal makkelijk. Je hoeft alleen maar je pasje voor de sensor te houden en je kunt zo je frikandel speciaal uit de muur halen. Dit soort automaten bestaan al bijna 100 jaar. Maar ze werden niet altijd gebruikt om snacks te verkopen. Ook gewoon voor hele andere dingen. Hier bijvoorbeeld kon je lucifers uit de automaat halen. Let op, chocoladerepen. Kon je ze hier uithalen. Deze automaat kon je taarten uit de muur trekken. Hier kon je panties uit de muur halen, kousen. De zogenaamde automatiek werd steeds populairder. In Bokstel heeft men nu een volledig automatische winkel geopend. Een mevrouw die iets wil kopen raadpleegt eerst de lijst van aanwezige artikelen en dan draait ze het nummer van haar keuze. Ten slotte stopt ze het verschuldigde bedrag in de geldautomaat die wisselgeld teruggeeft. Of het snacken typisch iets Nederlands is, daar valt over te twisten. Want we weten dat vroeger mensen ook al snackjes uit de muur haalden. Maar één ding is zeker, nergens ter wereld is er een land met zoveel warme snackautomaten als Nederland. Elk vakje heeft zijn eigen verwarmingssysteem. En dat zit hier bij de bodemplaat. En die zorgt ervoor dat het snackje bij een temperatuur van 63 graden blijft. En het moet van de voedsel- en warenwet. Nou, je ziet hier 69 graden, dus dat is helemaal prima. Maar die automaat die weet natuurlijk niet uit welk vakje jij je snackje wilt halen. Dus ontgrendelt hij alle vakjes zodra je er een muntje in gooit. Maar als jij één vakje open doet, blokkeert hij alle andere vakjes. En hoe doet hij dat nou? En als je dan een vakje open doet, dan gaat deze stang omhoog en die blokkeert de rest van de vakjes. En dit zorgt er dus voor dat je maar uit één vakje je snackje kan halen. Deze lampjes aan de achterkant van de automaat laten zien of de snacks nog kunnen blijven liggen. Want ze mogen niet langer dan 3 uur in de automaat blijven. Nou, deze is mooi groen, maar als je hier ziet, deze is rood. Dus het geeft aan dat hij niet meer goed is. Dus die ga je eruit halen. Kijk, dat is toch mooi, hè? Er verandert van alles in de wereld, maar het eten uit de muur is gewoon hetzelfde gebleven. Zo, speciale automaat. Wat een service.